Woensdag 22 maart bracht het Brunel Solar Team een bezoek aan de Edese schoolvereniging in Ede met hun zonneauto Nuna. Thijs Kaalberg, oud-leerling, kwam weer terug bij de school waar zijn passie voor duurzaamheid en technologie is begonnen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op die vakgebieden. Ik kom weer terug naar mijn oude basisschool om een keer te laten zien wat ik nu aan het doen ben. En hiermee hoop ik de kinderen te inspireren op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van techniek. Dat is een belangrijk thema als een TU Delft student. En dat wil ik graag weer een keer naar mijn oude kinderen laten zien hier, mijn oude basisschool. Nuna is een heel bijzondere auto. Het is namelijk een zonneauto. Ze rijdt alleen op zonne-energie. Er gaat geen druppel benzine in. En die doet het dus puur op de kracht van de zon. En daar gaan we mee racen. Nou, de race is elke 2 jaar in Australië. En de race houdt 3000 kilometer in, van noord naar zuid. Dus je gaat dwars door de woestijn van Australië. Daar is ook helemaal niks. Eigenlijk alleen maar zand, kangoeroes en nog meer zand eigenlijk. En er ook heel veel zonlicht, dus daar kunnen we heel goed racen. Dus we rijden in 4 dagen, dus ongeveer 3000 kilometer. Dus van hier tot aan de Spaanse grens en terug. Op alleen de kracht van de zon, dus daar gaat geen druppel benzine in, heen en terug. Ja? Ik heb zelf dan civiele techniek gestudeerd. Maar goed, je ziet de auto achter mij staan. Er zit niet echt heel veel beton in die auto. Maar ik wilde toch heel graag meedoen in dit project, want ik vind duurzaamheid belangrijk. En ik vind het gewoon een heel gaaf, tof project om mee te mogen doen. Dus ik doe dit jaar de functie partnerships. Dus ik ga over de financiering van het project. Maar het grootste deel van het team heeft eigenlijk een belangrijke rol op het gebied van het bouwen. Dus we hebben mensen die aerodynamica studeren. Mensen die de mechanica van de auto doen. Dus zijn dan werktuigbouwkundigen. We hebben ook nog technische natuurkunde. Eigenlijk van alle studies van de TU Delft. Die brengen we samen om één project hier te bouwen. Dus we zijn heel erg multidisciplinair. Ja. Nou, we hebben dus 4 jaar niet geraced vanwege corona. Dus de race is om de 2 jaar. En vanwege corona is dus 1 jaar niet doorgegaan. Dus we hebben 4 jaar niet gezien wat de concurrentie gedaan heeft. Dus misschien heeft MIT of Stanford wel een nieuwe truc uit de hooghoed weten te toveren die wij nog niet kennen. Dan hebben ze 4 jaar langer kunnen doorontwikkelen. Dus het wordt een hele spannende race. Ik denk eentje voor de geschiedenisboeken. Nou, wat wij hiermee proberen te doen, wij proberen te laten zien dat duurzame mobiliteit, rijden op de zon, niet per se meer iets van de toekomst hoeft te zijn, maar iets van nu. We laten zien dat ook duurzaam vervoer gewoon een mogelijkheid is. En daarmee proberen wij de markt, maar mensen en iedereen eigenlijk te inspireren dat dit gewoon een mogelijkheid is en dat het iets is waar we moeite in moeten stoppen. Nou, ik probeer de kinderen te laten zien wat er mogelijk is met techniek. En hiermee probeer ik de kinderen hopelijk te inspireren dat ze ook een technische achtergrond willen gaan benaderen. Dat ze misschien ook wel naar een technische universiteit gaan of een technische opleiding. En ook vooral laten zien dat als je iets wil en dat het kan. Ook op het gebied van duurzaamheid. Ik heb begrepen dat in groep 6 je al deze wens uitsprak. Ja, klopt. Goed gehoord. Ik zei in groep 6 al dat ik graag iets met techniek wilde doen. Ja, ik wist toen natuurlijk nog niet zo heel goed wat, want ik was heel jong. Maar die droom heb ik wel echt waargemaakt. Ik ben precies gaan doen wat ik wil. En ik heel vet dat ik hier nu aan mee kan doen. We zitten gewoon op het voorfront van de innovatie door steeds de nieuwste panelen, de nieuwste technologie. Dat testen we echt uit. En dat vertaalt zich ook langzaam terug naar de markt. En bijvoorbeeld projecten zoals Lightyear, dat is nu helaas afgelopen jaar omvergevallen. Maar op die manier worden de innovaties die wij doen, die sijpelen terug naar de markt. En dat vind ik heel vet om zo te zien. Ja. Dit is geen ideaal raceweer nu. Nee, in dit weer zouden we niet zo hard gaan. Gelukkig is in Australië meestal heel warm, dat scheelt. Maar hier in Nederland duurt het ook denk ik nog wat langer voordat de zonneauto's echt van de grond komen. Maar in Australië zie ik het wel snel gebeuren hoor. We vliegen 1 september, dus het lijkt nog iets meer dan een half jaar. Maar ik heb voor mijn gevoel knipperig met mijn ogen en dan ben ik er. Want er moet nog heel veel gebeuren voordat we een winnende auto van de start hebben. Dus spannend.